We staan hier op landgoed De Lange Akker. Het is een project voor 57 seniorenappartementen bij Rijksmonument De Lange Akker. Wat begin 1900 gebouwd is voor de familie Zwagemakers. En uiteindelijk Rijksmonument geworden is hier in Berkel-Enschot. Een uitdaging van dit project was om bij het Rijksmonument 57 appartementen te realiseren. Een behoorlijk bouwvolume. En dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen door de nieuwbouw in een soort sunken garden te zetten. Een thema wat ook terugkomt uit de tijd van het Rijksmonument zelf. Uiteindelijk hebben we ook gezocht naar een goede relatie tussen oud en nieuw. Dus qua materialisering sluit de nieuwbouw op een eigentijdse wijze aan op het Rijksmonument. We hebben hier gekozen voor een handvorm baksteen in combinatie met alucobond gevelbeplating. De twee appartementenvleugels zijn eigenlijk compleet uitgezet op steenformaat. We hebben een handvormsteen toegepast in tegelverband. En de terugliggende gevel van de alucobondbeplating is qua maatvoering daarop afgestemd. Dus alle naden lijnen met elkaar uit, waardoor we eigenlijk één rustig geheel willen creëren. En zoals u kunt zien zijn de kozijnen in hetzelfde vlak gedetailleerd als de gevelbeplating. En tijdens het ontwerpproces heeft dat wel een behoorlijke zoektocht opgeleverd naar de juiste kleur. Maar uiteindelijk hebben we bijna exact dezelfde kleur als de kozijnen kunnen vinden, waardoor die gevel eigenlijk als één vlak ervaren wordt.